Leuk. Hi allemaal, welkom weer bij een nieuwe action video. En deze video staat volledig in het teken van kerst. We hebben namelijk flinke kerstinkopen gedaan, dus die ga ik allemaal laten zien in deze video. Als je mij trouwens nog niet kent, ik heb al vaker voor action video's opgenomen. En mijn kanaal staat hier in de beschrijving. Laten we gewoon lekker beginnen. En vergeet niet alvast te abonneren op het kanaal van Action. En dan gaan we heerlijk beginnen met deze kerstshopvlog. Als ik heb over veel kerstspullen, dan is dit het. Ik heb 2 kassen vol, echt propvol met kerstspullen. En ik ben eigenlijk ook wel benieuwd, ben jij al begonnen met kerstinkopen? De Action ligt al helemaal vol met kerst, dus dat kan wel. Zoals je ziet ben ik al wel begonnen, maar ik ben wel heel erg benieuwd. Laat maar even weten. Allereerst wat ik heb gekocht zijn kaffepapier, ik zeg nee, het is goed. Inpakpapier. En ik heb een beetje een zwartige met rendieren erop. Ik heb wat stipjes en sterretjes. Dus elk pakje kan uniek worden ingepakt. Deze bruinige waren 89 cent en deze zwarte 69 cent. En het is volgens mij best wel een dikke rol, dus je kan voldoende pakketjes inpakken. Nou, ik hou heel erg van lekker eten. En zeker strakjes als het kerstmis is, nou, dan kijk ik al helemaal in naar uit om zo'n heerlijke tafel met vol met eten te hebben. Maar om de tijd een beetje af te tellen, heb je natuurlijk ook wel iets nodig wat ook met eten te maken heeft. En dat is namelijk deze Celebrations kerstadventskalender. Dus ik vind het helemaal leuk. Ik zal even vakje 1 voor jullie zoeken. En ik snap dat jullie heel graag willen zien wat erin zit. Dus dat ga ik dan maar even voor je doen. Ik zie hem niet 1, 2, 3. Dus we gaan gewoon vakje 2. Oh, dat zijn ook mijn lievelings. Kijk. Deze heerlijke chocolaatjes, die Milky Way. Heerlijk. Nou, en het zit dus helemaal vol met chocolaatjes. Deze waren 4,99 en dan heb je dus voldoende chocolaatjes voor 24 dagen. Als wij kerstkaart versturen, maken we ze meestal zelf. Maar ik vind het wel heel erg leuk om bijvoorbeeld aan vrienden gewoon een lekker makkelijk kaartje te sturen. Die eigenlijk al gewoon voorgeschreven is. Vandaar dat ik dit hele grote pak heb gehaald. Het zit allemaal met een beetje roze gouden details. En je ziet ook hier alle printjes ook op. Hoe leuk is dat? Zelfs envelopjes zitten erbij, dus je kan eigenlijk gewoon gelijk beginnen met schrijven en op de bus stoppen. Ik vind het helemaal leuk. Ik denk dat als ik zo'n kerstkaartje eenmaal op de deurmat zie vallen, dat ik wel heel erg blij ervan word. En deze waren 1,99 en er zitten 30 kaartjes in. Je kan natuurlijk ook helemaal over de top kerstcadeautjes inpakken. Dus eerst zo'n leuk pakpapiertje en daarna dan een heel erg leuk tasje. Ik heb 2 varianten ervan gekocht, een wat gouden en wat meer bruin met goud. Wel een beetje hetzelfde thema natuurlijk, hou ik van. En deze vind ik gewoon heel erg leuk. Vooral de grootte van deze is wat groter en deze wat kleiner. Dus afhankelijk van je pakketje wat je gaat kopen. Deze grote is 59 cent en deze 39 cent. En dan kan je echt fantastische pakketjes inpakken. Toen ik deze lijstje in de winkel zag, dacht ik altijd super leuk. Ik ga deze zeker denk ik weggeven. Ik vind gewoon een leuke foto van bijvoorbeeld een vriend of vriendin. En die kan dan leuk in dat tasje stoppen. Dus het is wel een beetje over de top met al die glitters, maar dat mag wel bij kerstmis. Deze was ook 1,99, dus het is ook niet zo'n heel duur cadeautje. Gewoon meer voor een beetje soort van memories in plaats van dat het altijd duur hoeft te zijn. Ik denk dat het heel erg leuk is. Een kleine mini DIY. Ik ben ook alvast begonnen met de kerstdecoratie voor op de tafel, voor op de kersttafel. Geen idee of er mensen aanwezig mogen zijn bij het kerstdiner, maar als je het gewoon met je gezin kan vieren, kan je natuurlijk ook nog steeds leuker decoreren. En deze, ja, onderzetters noem ik het maar eventjes, kan je natuurlijk perfect gebruiken voor leuke glazen. Het is ook een beetje weer in dat kerstige thema met van die houtdingen. Ik heb er uiteindelijk 9 gekocht, dit zijn er even 6, maar in totaal heb ik 9 stuks. Deze zijn 1,39 per stuk, dus in totaal heb ik iets meer betaald, maar ik vind ze helemaal leuk. En die kan je natuurlijk gewoon door het hele jaar heen gebruiken. Ja, kerst is niet compleet zonder een kerstbol. Ik heb zelf dit niet uitgekozen. Maar ik vind het wel heel erg leuk. Dit zeg maar, op het eerste oog zou ik het zelf misschien niet halen. Maar de mensen die mee waren met shoppen zeiden dat het zeker weten erbij moest horen. Dus dat heb ik maar gewoon gedaan. Ik heb naar ze geluisterd. Ik ben heel benieuwd, want op het plaatje ziet het er al helemaal extreem uit. Kijk. Oh. Wauw. Ja. Ik mis alleen nog een lampje en dan is het gewoon af. Dit mooie kerststuk heb je voor 3,99. Oh, met nog zo'n mooi pareltje. Oh, het huisje geeft licht. En om natuurlijk helemaal in het thema te blijven van zo'n bol, hebben we dus nu ook een kerststoel gekocht met een huisje erin. Zelfs met licht, die kan je aan- en uitzetten. Ik zal hem nu even in dit geval uitzetten. Je kan hem ook weer een beetje heen en weer bewegen omdat het echt sneeuw in zit. En ik denk dat je dit ook heel erg leuk kan neerzetten bij het kerstdiner. En deze kost maar 1,79, dus je kan zelfs nog een hele lading ervan binnenhalen. Oh, dit is ook nog zo'n mooi stuk.
Nou, mijn hele imago gaat hier gewoon aan. Dus vers kan echt niet extremer, dus vandaar dat we deze muts hebben gekocht. En het mooie hieraan is dat je het ook nog eens aan de andere kant kan doen. Ik vind het zelf wel heel satisfying dat je zo een beetje kan strijken en dan heb je een ander kleurtje. Ik vind het zelf wel hysterisch. Je had ook gewoon normale. Maar ja, je kan natuurlijk nooit te gek gaan met kerst. Dus deze hoort er zeker bij. Nou, en voor 1,49 heb je zo leuk om het. Hoe leuk. Ik kreeg wel leuk om mijn shirt. Nou. Sorry. En deze hoed koop je voor 1,49. Dus ook een koopje. Ik heb elke kerstmis eigenlijk een klein mini-boompje in mijn kamer staan. Ik heb niet zo'n hele grote ruimte voor echt zo'n huge-ass boom. Die staat altijd beneden. Maar om mijn kamer een beetje zelf kerstig te maken, heb ik deze mini-kerstballetjes gekocht. Helemaal in het gouden thema. En ik vond bij dit pakje het heel erg leuk dat hier van die glitterballetjes in zitten. En bij deze gewoon normale met mat en glanzend. Heel erg leuk. En je kan ze gewoon een beetje mixen met elkaar. Dus dat is heel erg gezellig. Dus ik denk dat deze perfect zijn in mijn kamer strakjes met het hele kerstthema. Deze waren 77 cent en deze 1,55. Dus nou ja, je hebt al in ieder geval een leuke decoratie voor je kamer. Dit is eigenlijk een meer praktisch ding, namelijk van die hangertjes. Hier ga ik strakjes de balletjes in mijn kerstboom mee hangen. Er zijn er 50 in totaal en ik heb er gewoon 2 van gekocht. Deze dingen die raak je eigenlijk aan het eind van de kerstdagen weer helemaal kwijt en dan moet je weer nieuwe bij kopen. Dus dat heb ik eventjes gedaan, dan heb ik weer een voorraadje voor een paar kerstdagen. 1 pakje was 43 cent, dus bijna 1 euro bij elkaar. Ik vind dus echt dat lampjes echt wel bijpassend bij kerstmis zijn. Dus ik heb nu ook zo'n ledlampje gekocht van 40 lampjes. Ze zijn heel erg klein, dus heel subtiel. Maar ik denk daarom ook dat het gewoon wat meer een soort van ja, subtiele vibe geeft in je kamer. In plaats van dat je echt zo'n boom en allemaal decoratie. Dus ik hou er wat meer van als het wat simpeler is. Dus dat is zeker weten bij deze lampjes. Je hebt ze ook volgens mij nog in 20 en 80. En nou ja, je hoeft alleen nog AA-batterijtjes in te doen en ben je klaar. Deze waren 1,19 euro. Snow. Dit zag ik liggen in Action en toen dacht ik eerst, ja, dat ga ik echt niet meenemen. Maar wij hebben dus altijd een kerststore beneden staan. Ik weet het, echt extreem, maar ja, het is natuurlijk een paar dagen en dan heb je een beetje plezier ervan. Dus dit kan je heel erg leuk gebruiken als decoratie erbij. Het zijn gewoon kleine zakjes, maar het geeft net even wat extra's aan je kerstdorpje of eventueel kersttafel. Het maakt dan niet zoveel uit. Dit kan je altijd gebruiken bij de kerstdagen. En deze kostte per stuk 99 cent. Dit was eigenlijk het eerste product wat ik zag toen ik aankwam. Dit vind ik echt heel erg leuk. Het is een soort van, ja, het is dus gewoon een houten plank. Maar wat ik er leuk aan vind is dat je hier bijvoorbeeld een stolp op kan zetten. Of bijvoorbeeld wat etenswaren. Het ziet er gewoon gelijk wat meer kerst uit. Nou, en dat willen we natuurlijk uitstralen. Dus deze heb ik gehaald en ik vind hem echt heel erg leuk. Ook bijvoorbeeld die onderzetters die ik net liet zien. Ik denk dat het wel echt zo'n één leuk setje wordt. Deze was 2,79 en ik had precies de laatste, dus volgens mij gaan ze wel snel doorheen. Dit is weer even een DIY'tje die ik zelf al bedacht in de winkel. En ik denk dat het echt heel erg leuk gaat staan. Dit zijn namelijk van een soort van wijnflessen met een kerstboom erop. En wat zij zelf hebben gedaan is dat je gewoon de lampjes in hebt. En als je dat aanzet, dan heb je een heel erg leuk effect. Maar wat ik zelf misschien leuk vond om te doen, is om dit gewoon dingetje eruit te halen en kaarsen in te doen. Dan heb je gelijk een soort van kaarsenstandaard, helemaal in het kerstthema. Hier heb ik er 2 van. Ik vond het wel leuk om ze naast elkaar dan neer te zetten. En het is gewoon een hele simpele en goedkope kerst-DIY. Ze zijn 1,99 per stuk en dan moet je er ook nog even kaars bij kopen. Die heb ik ook gehaald, dus die laat ik nu even zien. En voor 43 cent per stuk heb je ook nog deze kaarsen. Die moet je dan nog een beetje slijpen om precies in een potje te laten passen. Maar ik vind ze wel heel erg leuk, gewoon omdat je dat zwarte weer, dat komt gewoon weer terug in het, uiteindelijk het glas. Het ziet er gewoon denk ik heel erg schattig uit als ze straks aangestoken zijn. Dus deze heb ik erbij gehaald en ik denk echt een mega leuke DIY. Ik ben nog helemaal niet klaar met alle adventskalenders. Ik vond dit dus echt een mega leuke adventskalender. Het heeft een beetje met je huis te maken. Want het zijn namelijk allemaal kleine kaarsjes per vakje. Dus 24 vakjes met 24 kleine kaarsjes. En dan heb je dus elke dag een ander kaarsje. Dus dan kan je eigenlijk elke keer een nieuw geurtje proberen. Je ziet altijd chocolaatjes of make-up. Maar dit had ik eigenlijk nog nooit gezien. Dus een mega origineel adventskalendertje. Deze was 4,77 en dan kan je gewoon 24 nieuwe geuren uitproberen. Mijn persoonlijke favoriet van deze shoplog is dit tafelkleed. Ze hadden echt mega veel verschillende soorten. Ik ben uiteindelijk voor deze gegaan. Dit printje met gouden stipjes en wit. Ik denk echt dat dit super schattig staat. Misschien in combinatie met iets van karton, papier of gewoon alleen dit. Dat kan natuurlijk ook. En dan misschien met die houten elementen die ik net heb gekocht. Ik denk dat het dan wel echt zo'n kerstsfeertje geeft.
Dus hier ben ik helemaal blij mee. Het is uiteindelijk een 140 bij 240. En er kunnen 6 à 8 mensen aan. Dus volgens mij wel genoeg voor je gezin en misschien wat aan. Deze was 9,95 en deze kan je natuurlijk gewoon hergebruiken. Dan heb ik iets gekocht wat je nog niet ziet wat het precies is. Maar echt wel iets wat ik echt heel erg leuk vind. Dit zijn uiteindelijk de glazen die ik heb gekocht. Ik vind het zo schattig dat er zo'n printje op het glas staat. Ik denk dat heel erg leuk is. Gewoon bijvoorbeeld water kan je erin doen. Je kan er ook bijvoorbeeld een lekker sapje in doen die je zelf hebt gemaakt. Dus ik denk dat dit echt mega gezellig is. En ik heb er ook nog een tweede van. Met een ander printje. Geen idee of dat deze is. Zo vast maar niet. Maar we gaan het zien. Ik had gelijk precies dezelfde. Dan moet het deze zijn. Yes. Kijk, dit is een iets drukker printje, maar ik vind het zelf wel heel erg leuk aan deze glazen dat ze dus niet gelijk zijn aan elkaar. Dus kan je dan leuk naast elkaar neerzetten en je eigen drankje doen. Deze glazen waren 1,33 per stuk en ik weet dat je ze zelfs nog voor duurder kan halen. Dus ik vind 1,33 echt een hele mooie prijs voor een beetje kerstservies. Dit is ook nog leuk voor als je leuke cadeautjes wil inpakken, namelijk lint. Ik hou er wel van om het een beetje met goud en zwart altijd te doen. Dus meestal als het kerst is, dan probeer ik eigenlijk alles in te kopen van cadeaupapier en dat soort dingen. Want dat zijn net wat specialere cadeauverpakkingen dan hoe ze dat normaal hebben. Dus vandaar ook dat ik deze lintjes heb gekocht met wat goud, wat zwart, stipjes zelfs. En deze waren 99 cent voor 2, 4, 6 lintjes. Maar ja, het geeft gewoon net wat extra's aan je cadeautje. Dan deze glitterballetjes. En op het eerste oog zou ik dit zelf niet hebben gekocht. Maar dit is misschien wel leuk voor de kersttafel. Dus ik laat even zien ter inspiratie. Ik denk dat dit heel erg leuk is met bijvoorbeeld gewoon dat nep sneeuw. En dit kan je dan doorheen gooien. Het zijn gewoon van die kleine dingetjes. Het is uiteindelijk heel subtiel, maar ik vind het wel heel schattig. Per stuk waren ze 49 cent en ik heb er 2 gehaald om even te kijken hoeveel ik uiteindelijk ga gebruiken. En dan als laatste heb ik ook nog wat decoratie gehaald voor de kersttafel. Het is wat extreem, moet ik zeggen. Maar ik vind het wel schattig. Het zijn namelijk 2 kleine hersjes en 2 ijsbeertjes. Deze kan je natuurlijk gewoon bijvoorbeeld neerzetten, maar ook gewoon tegen ergens aanzetten. Het geeft wel wat extra's, dus je kan zelf kiezen welke die het leukst vindt. En wat is jullie thema nou precies met kerst? Wat voor soort kersttafel wil je graag? Wil je misschien meer met zwart werken? Of vind je het leuk om gewoon wat meer gouden details met zilver te combineren? Laat even weten hier in de comments. Ik ben heel erg benieuwd. Deze waren 69 cent per stuk, dus laten liggen kan ook echt niet. Ik had verwacht dat ik eigenlijk langer ermee bezig was dan wat het uiteindelijk is geworden. Ja, het is eigenlijk zoveel spul. Ik zie het ook allemaal nu op de vloer liggen. Dan denk ik, dat waren goede inkopen. Maar goed, we zijn denk ik wel ook volledig geslaagd voor het kerstmis. Ben je nou benieuwd hoe mijn kersttafel er strakjes uitziet onder de kerstperiode? Dan moet je me even volgen op YouTube of Instagram. Allebei gewoon Rosalie. En dan kan je dat heerlijk volgen. Volgende week is Action er weer met een nieuwe video. Dus wil je niks meer missen, kijk dan snel eventjes op het account en abonneer je gelijk. Dan zie ik je de volgende keer weer bij een nieuwe Action Shop vlog. En dan zeg ik tot dan. Doei doeg!